mensen. Top dat jullie weer kijken. Vandaag gaan wij deze motor daarop bouwen. We hebben gekozen voor dit type grasmaaier. Want deze heeft eigenlijk iedereen wel in de schuur staan. Maar deze is niet ideaal om op een skelter te bouwen. Want de krukas die is namelijk verticaal. En de as waar de wielen op zitten bij een skelter, ja, die is horizontaal. Dus we moeten een haakse overbrenger gaan maken. Laten we eens kijken hoe we dat gaan oplossen. Zo, erg top. Are you happy, my little lady? Oh. Kom, we gaan testen, man. Daar zijn we bij de testbaan. Oké. Ik ben benieuwd. Hij is goed. Maar wil jij nou thuis ook zo'n skelter bouwen? Er zijn even een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Voor de haakse overbrenging, pak een riem die lang genoeg is. Zorg ook dat je deze steunrolletjes hebt. Die voorkomen dat de riem er makkelijk afspringt. Wat betreft de koppeling, nou, die zit hier. Zorg dat je je spanrol maakt aan het niet trekkende part van de riem. Dat moet helemaal goed komen. Hey, check even in de beschrijving de onderdelen die wij van Indie hebben besteld. Misschien is het iets voor jou. Hè? Check ook even het werkplaatsvlogkanaal, want daar zijn veel meer beelden van dit project. Dus daar kun je vast een boel ideeën uit opdoen voor jouw project. Heb jij nou nog een goed idee wat wij zouden moeten bouwen? Zet het even onder in de comments. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.